Ik heb voor kronen gekozen omdat mijn tanden wat aan de kleine kant waren. Door mijn verleden zag het er niet meer gewoon zo mooi uit. En ik wilde gewoon ja, lekker, fris, stralend, wit gebit, wat bij me past. Hallo, ik wil die Hollywood smile. Zo ziet het eruit. Bye bye. Yes! Yes! We're done! Composiet, ik rook, ik drink heel veel koffie. Te veel eigenlijk. Maar ja, met composiet verkleurt dat gewoon echt zo snel. En ja, ik wilde gewoon eigenlijk voor porseleinen facings gaan. Het verkleurt niet. Ja, je kan natuurlijk ook heel erg goed kiezen wat voor model je wil, wat voor maat je wil. Ja, er is eigenlijk echt van alles mogelijk. Mijn composiet had ik denk ik een jaar of 2-3. En ja, je zag het bij mij, zag je het wel echt met de maand gewoon verkleuren. Ten eerste, ik vind reizen helemaal niet zo erg. Ik ben een reislustig type en ik vind Istanbul een heerlijke stad. Met geweldige lieve mensen. Echt een super gastvrij land. Dus ja, dat ging gewoon super. Ik werd gelijk opgehaald van de airport met een transfer. Ik werd naar een fijn hotel gebracht. En alles gaat eigenlijk als volgt. Dan word je van het vliegtuig met een transfer naar je hotel gebracht. De volgende dag word je weer opgehaald. Ja, dan kom je bij de tandarts aan en dan bespreek je je behoeftes, wat je wil, wat er kan, wat er niet kan. Ik was wel lichtelijk zenuwachtig voor de tandarts. Ja. Nou, ik weet niet, ik heb geen tandartsfobie, maar ik kom liever ergens anders. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen. Mijn eerste afspraak bij de tandarts ging eigenlijk heel fijn. Ze stelden me heel erg op mijn gemak. Het waren allemaal lieve mensen. Ze wisten precies wat ik bedoelde. Ja, en dan wordt er geslepen. Ze hebben echt wel minimaal afgeslepen. Ja, dat viel eigenlijk ook allemaal reuze mee. Je wordt verdoofd en het is eigenlijk zo gebeurd. Dan krijg je even een... voor de time being krijg je dan natuurlijk tijdelijk kronen erop. En dan de volgende dag... Moet je even uitzitten en dan die dag daarna is het die day en dan heb je de eerste fitting. Ik heb mijn afgeslepen tanden niet gezien. Waarom? Ik heb daar bewust voor gekozen. Ik ben nog iemand die heel erg droomt. Ik denk nou nee, ik word badend in de zweet wakker. Dat ik denk dat mijn facings loslaten. Ik denk ik ga dit niet. Het was easy te overbruggen. Eigenlijk gaat de tijd zo voorbij. Voor je het weet zit je weer bij de volgende afspraak met de tandarts. En, krijg je hier de kronen te zien en worden ze natuurlijk geplaatst. Toen ze geplaatst werden, schrok ik me echt het lazeres. Ze waren zo wit. Ik vond mijn voortanden iets te lang. Ik leek wel een konijn. Dus ik dacht echt, oh my god, dit is niet waar ik voor wil. Deze look is helemaal niet wat ik bedoelde. Dus ik was misschien wel een moeilijke klant, maar ik weet gewoon wat ik wil. Dus ze hebben volgens mij nog 8 keer geslepen. En ja, nu is het helemaal naar mijn zin. We zijn 4 tinten minder wit gegaan. Ze zijn nog steeds hartstikke wit natuurlijk. In Istanbul kan je echt alles doen wat je wil. Dus ja, dat wil zeggen dat je ook gewoon echt een bits van bits kan nemen. Maar ja, die look wilde ik niet. Ja, ik was best wel bang, want ik denk van oh my god, is die mogelijkheid er dat je nog alles kan veranderen naar jouw wensen? Maar dat was er dus gelukkig wel. En ze hebben geslepen en dat ging echt in etappes tot ik het mooi vond. De hoektanden hebben ze iets bijgeslepen. En ja, de kleur is echt 4 tinten minder wit geworden. En het is nu wel echt helemaal de glimlach die ik voor ogen had. Elke behandeling wordt gedaan in hetzelfde gebouw, dus dat is ideaal. Dus soms moet je heel even wachten. Dat is een hele fijne wachtkamer. Je kan zelfs gamen als je wilt. Dus dat vloog eigenlijk ook gewoon zo voorbij. En het zijn natuurlijk allemaal zulke lieve mensen, dus prima. Ik had 36 uur lang mijn tijdelijke kronen in en daar kon je gewoon mee eten. Maar na een tijdje brak er wel een paar af. Toen dacht ik, oké, nou it's time to go to the dentist. En dat was ook. Ik werd gelijk opgehaald. En ik heb helemaal geen pijn meer. Ik kreeg pijnstillers mee. En inmiddels zit ik die ook niet meer. Nee. Ik heb geen druk aan mijn tanden, maar het is gewoon een apart gevoel. Het is een gewenning. En je hebt natuurlijk gewoon een volledig nieuw gebit. Dus dat is natuurlijk logisch, maar
niet vervelend en het went echt met een minuut. Nou, ik ben gelijk uit eten gegaan bij een heel gezellig Turks zaakje. En we kregen een groot plateau met allemaal lekkere lamskoteletjes en zo. Dus ik heb echt goed gegeten. Pita brood, vlees, alles. En het ging allemaal waanzinnig. Dus ik heb lekker gegeten en dat ging gewoon ook allemaal prima. Nee, ik merk niks aan het praten. Ik ben wel veel bewuster aan het praten omdat ik gewoon trots ben op mijn glimlach. Dus ik zit echt met een smile van oor tot oor te praten zoals jullie merken. Ik ben in totaal 5 nachten in Istanbul gebleven. Ik heb mij zeker vermaakt. Het is een fijn hotel. Ik heb lekker gechilled in het hotel. Ik ben nog even lekker Istanbul in geweest. Het is een superleuke stad. Lekker gegeten. Een beetje sightseeing hier en daar. Dus ik ben zo met 2 vingers in mijn neus die tijd doorgegaan. Ik vermaak me wel. Morgen is mijn vlucht terug naar Nederland. Ik had eigenlijk nog een paar dagen eraan willen plakken. Maar it's time to go. De garantie op mijn kroon is 5 jaar. Dus dat is best wel lang. En ben ik ook helemaal content mee. Ik ben ervan bewust dat ik terug moet komen naar Istanbul, als het wat bij mijn kroon is, maar we maken er gewoon een feestje van. Mijn ervaring is heel erg fijn. Als jij dit nou ook wil, check gewoon echt de juiste kliniek. Ik zit bij I'm a Dent en ik ben echt super tevreden. Ze hebben heel erg goed geluisterd naar mijn behoeftes en ik ga echt met een glimlach van oor tot oor terug naar Nederland. Ciao!